Festival Zand, de grootste barbecue van Nederland. Alle grote artiesten treden hierop. Ellen Clark, Ilse de Lange, Van Velzen, noem maar op. En we gaan eventjes bekijken hoe het hier gaat. Zeg ik nee, zeg jij ja. Oké. Okay. En wil ik gaan slapen, doe jij hier eens graag erop. Hey, we staan hier vandaag natuurlijk op Zand. Wat voor indruk heb je nu van dit festival? Ja, ik ben alleen nog maar backstage geweest en het is enorm laidback. Ja, toch dat je een beetje een mediterraan sfeertje of zo hebt. Want iedereen staat op het strand en het weer zit mee. Dus ja, de mensen zijn iets losser en iets meer open-minded en in de zomerstemming. Ja, moet je kijken, er staan 35 man, 30.000 man uit zijn dak te gaan. En een hele leuke line-up. Alain, Ilse Lange, Jules Meeuwis. Kan niet beter. Is te gek, toch? Ja, super. Nou ja, wat het natuurlijk heel leuk is dat we op een strand zijn. En het is niet echt een zee of zo hier. Eddie, jij presenteert dit festival. Doe je dit nou vaker? Nee, niet heel veel. Ik moet zeggen, ik doe sowieso niet heel veel snabbels, zoals het dan heet. Naast het reguliere werk voor televisie en radio. Want meestal vind ik het niet zo leuk, maar festivals, als je daarvoor gevraagd wordt, weet je gewoon dat het gezellig is. Wat doen jullie nou het liefst op het strand? Ja, ik vind het strand op zich altijd wel leuk, maar er ligt zoveel zand. Ja, ik vond altijd zandkastelen bouwen erg leuk, maar ik word de laatste tijd heel raar aangekeken als ik dat doe. Dus dat schepje in het emmertje. Ik ben daar dus onlangs mee gestopt. Ik ben ook een jaar of 4, 5 stoelenjongen geweest. Dan ben je verantwoordelijk voor de bedjes en de stoelen uitzetten, 's ochtends vroeg. En dan de kaartjes knippen bij mensen. En ik zweer het je, dat was echt de mooiste baan die ik ooit heb gehad. Bijna nog leuker dan muziek maken. Heb je nou op het strand ook een petje op? Ja, serieus. Ik was de enige stoelenjongen met een pet op. En ik krijg ook altijd de vraag, heb je het niet van, hè? Moet je pet niet op? Oh. Als jullie zien, Zand is een daverend succes. Dus volgend jaar weer een editie. Zeker de moeite waard om langs te komen.